We zijn hier bij het WK Softbal dat in het Nolhoutkampstadion in Haarlem wordt gehouden. En wij zijn erbij. Wij hebben een bid uitgebracht in 2011 in Oklahoma City in Amerika. Daar zijn we met 3 man heen gegaan. En daar hebben we uitgelegd waarom wij vonden dat het heel erg goed was voor het softbal internationaal om naar Haarlem te komen. En daar was iedereen het unaniem mee eens. Dat jullie helemaal uit Etten-Leur zijn om vandaag hier softbal te kijken? Ja. Ik ben hier elke dag, ja. En wat is je favoriete team? Dat lijkt me logisch, toch? Het is gewoon ons eigen Nederland. Ja. Gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Was het een moeilijke wedstrijd? Elke wedstrijd is moeilijk. Ja, misschien met de uitslag 8-1 lijkt het wel makkelijk. We hebben hun gewoon onder druk kunnen zetten vanaf het begin. En ja, het was makkelijker dan normaal. Die hebben gewoon wat fouten gemaakt en daar hebben wij kunnen profiteren. 100 interlands. Hoe doe je dat? Ja, goede vraag. Langs afvallen. Zo goed mogelijk proberen te zijn om in het Nederlands team te blijven. En hoe lang speel je al in het team? 10 jaar. Nou, gefeliciteerd met de overwinning. Ja, dankjewel. Hoe was het voor jou om deze wedstrijd te spelen? Ja, heel erg spannend. Het was een heel belangrijke wedstrijd. Dus even rood erin mag gooien. Je hebt de hele wedstrijd kunnen pitchen? Ja, heb ik helemaal afgemaakt. How did Lindsay play for today for the softball team? She's done very well. She's got a one-hit shutout going. And do you know how fast she throws? I would imagine in the mid to upper 60s. And that's miles an hour. Yes, ma'am. Wij hadden een prachtig verhaal en daar is men in meegegaan. En dat heeft geleid tot dit prachtige stadionnetje hier in Haarlem. We waren vrijdag uitverkocht, dik 3000. Gisteren hadden we de 2500, vandaag hadden we de 2200. Dus we hadden een beetje het weer tegen. Maar wij zijn vooralsnog een tevreden organisatie en we hebben nog 7 dagen te gaan.